We staan hier voor de Burgerhuis van Dispuut Durendal. Het startpunt van de Durendal Rally 2010. Verschillende disputen doen mee, maar wij zijn natuurlijk ook van de partij en wij gaan voor de winst. Van start gegaan, we hebben cryptische beschrijvingen gekregen en wij gaan op naar post 1. Ja, dit is zeg maar post 1, dus wij verwachten hier zo meteen auto's. En ja, we hebben 3 posten onderweg waar de deelnemers even langskomen en dan drinken we hier een biertje en dan wisselen we wat verhalen uit en uiteindelijk gaan ze weer door. Waren jullie de eerste die hier aankwamen? Ja, zeker. Ja. Ja, het zijn altijd de vrouwen, die zijn net wat slimmer. Op welke manier denken jullie hier te gaan winnen vandaag? Valspelen. Ja, zeker. Dat is ons ding. Wat zijn jullie tactieken vandaag? Klem rijden en kapot maken. Heel makkelijk. We zien hier allemaal vieze auto's staan. Wat is nou eigenlijk het doel van deze rally? Ja, gewoon om elkaar eigenlijk zoveel mogelijk te verneuken. En gewoon een ander te spitten helemaal afmaken. En dat is denk ik wel. Ook een duidelijke winnaar elk jaar. We willen eigenlijk vooral de inzet belonen. Dus mensen hebben die vaak meedoen en die bijvoorbeeld ook veel ongeluk gehad hebben tijdens de route. Omdat ze bijvoorbeeld tegen een paaltje aan hebben gezeten of iets dergelijks. Nou, dan kunnen we dat wel waarderen en dan laten we die mensen ook winnen. Waar zijn jullie mee bezig hier? Wij zijn iets effectiefs aan het maken, maar we zijn wel een beetje bang dat wij hier een ruit mee ingooien. Maar het idee was, dit is improviseren ten top. We hadden 5 kilo kitty litter voor 1 euro bij de Aldi. Dus ja, dan kan je 5 zakken natuurlijk niet laten staan. Met frituurvet erbij, met curry erbij voor het bloedeffect. Goed, en, ja, precies. Het zijn gewoon hele normale dingen. Het is niet alsof er een varkenssult in zit ofzo. Ja, we zijn lekker bekogeld met van alles en nog wat. Ja, en aangereden, deuk in de auto. Dit was post 1. De rallyrijders die gaan weer op pad. Ik ben benieuwd hoeveel auto's dit gaan overleven. En zometeen zien we het einde van deze rally.